Gisteren ben ik begonnen met een reeks van filmpjes over focus. Wat er qua omstandigheden nodig is om een goede focus te kunnen verkrijgen en behouden, maar vooral ook wat qua voeding nodig is om een goede focus te kunnen verkrijgen en behouden. Een goede focus, goed kunnen concentreren zonder afgeleid te raken. Concentreren op datgene waar jij je op wil concentreren. Tussen alles wat onze aandacht vereist. Dat merken heel veel mensen dat ze niet zo goed hebben. De voeding welke jij eet. Of ook wel, en dat begrijp je deze dagen. De voeding welke jij niet eet, heeft hier invloed op. Alleen, hier wordt niet zoveel over verteld, terwijl een slechte focus aan de orde is van de dag. Heel veel kinderen hebben een slechte focus, kunnen niet goed concentreren. Ouders zijn met allerlei maatregelen bezig. Ze sturen hun kind naar een andere school waar ze meer één-op-één aandacht hebben en rustigere kleine klassen hebben, waar ze specifiek letten op zo min mogelijk prikkels door allerlei drukte om zich heen. Thuis proberen ze zoveel mogelijk rust, reinheid en regelmaat in te bouwen, vaste structuren, vaste tijden van eten. Afgebakend wanneer televisie gekeken mag worden. Afgebakend wanneer drukke geluidjes van een telefoon. Wanneer de telefoon aangezet mag worden. Of het kind een telefoon überhaupt mag. Dat soort maatregelen worden allemaal al getroffen. Om jouw kind maar van zo min mogelijk prikkels te voorzien vanuit de omgeving, zodat er wat meer rust in diens hoofd is, zodat de grootste kans bestaat op een goede focus. Wat weten we namelijk? Dat onze focus niet zo goed zal zijn wanneer onze hersenen overprikkeld worden door alle prikkels welke jij maar krijgt van buitenaf. Dus die prikkels van buitenaf proberen we dan ook zo veel mogelijk te minimaliseren wanneer er sprake is van een slechte focus. Wat weten we nog meer? We weten dat de suikers in onze voeding, welke regelmatig door de voedingsmiddelenindustrie worden toegevoegd, dus de suikers in kinderkoekjes, de suikers in kinderdrankjes en pakjes kinderdrinken, dat die ook zorgen voor onrust in het lijf en een overprikkeling van de dopamine-receptoren. Dopamine is het stofje wat voor een goede focus moet zorgen, een uitputting van dit stofje in de hersenen van je kind. Dus wij weten dat de consumptie van suikerrijke voeding en suikerrijke dranken niet gunstig is wanneer je een goede focus wil verkrijgen en behouden. Je ergert je dan als ouder zijnde ook bont en blauw wanneer je al allerlei maatregelen hebt getroffen om de prikkels vanuit de omgeving van je kind te minimaliseren. Een kleinere andere klas, thuis een prikkelarme slaapkamer, regels met betrekking tot de televisie kijken en het bezitten van een telefoon. Dan staat er gewoon op school staat er een snoepautomaat. Ook is er geen regel op jouw school met betrekking tot wat je mee mag nemen tussendoor en wat je mag trakteren. Wat je hoort wat wel eens op andere scholen is. En wordt regelmatig worden er gewoon allerlei zoete drankjes en dingen gegeten door andere kinderen. En jij, omdat jouw kind niet zo goed kan focussen en daar best wel veel last van heeft, want jouw kind zegt steeds: Mam, juffrouw wil dat ik stil zit, maar mijn benen zeggen dat ik niet stil mag zitten. Dat vind je zo sneu. En als je dan weet dat suikerrijke voeding en suikerrijke dranken daarvan invloed op zijn, ja, jij probeert die bij je kind te minimaliseren. Maar die begrijpt dit niet, want hij is niet te zwaar. Andere kindertjes mogen dat ook, dus waarom mag hij dat dan niet? En je probeert het uit te leggen. Ja, dat maakt jouw hoofd onrustig en dat maakt dat jouw benen steeds zeggen dat jij moet bewegen. Dus dat vind je zo vervelend, toch? Dus dan moeten we dat niet zoveel meer gaan doen. En hij probeert het wel te begrijpen, je zoontje, maar het is gewoon heel vervelend omdat het wordt totaal door andere ouders niet begrepen. Ze vinden het zielig dat jouw kindje dan geen frisdrank krijgt en die mag snoepen. Ze proberen hem dan toch, wanneer jouw zoontje bij hun kinderen thuis speelt, wat snoep toe te stoppen. Zo schiet het ook niet op met die prikkelarme omgeving en prikkelarme voeding. Dan kom je
je op een punt wanneer je de prikkels vanuit de omgeving als ouders zijnde zoveel mogelijk probeert te minimaliseren. Thuis allerlei prikkels en banden probeert te leggen. Door allerlei regels met betrekking tot de televisie kijken, gebruik van een telefoon, bedtijd, structuur en dat soort dingen. En wanneer je dan ook in suikerrijke voeding en suikerrijke dranken flink probeert te schrappen. En daar regels in hebt. En zelfs opa en oma probeert duidelijk te maken dat zij deze je kind niet steeds suikerrijke voeding en drankjes moeten geven. Dan kom je op een punt als vele ouders dat je denkt, ja, wat kan ik nu nog doen? Hij blijft maar druk en afgeleid en hij kan niet goed focussen, heeft daar zelf ook heel veel last van. En dan heb je de neiging om bijvoorbeeld naar de huisarts te gaan en dan wordt geadviseerd om misschien eens medicatie te overwegen. Maar kan je echt niet meer doen? Deze dagen leer jij dat de uitputting van dopamine in je hersenen, het overprikkeld raken van de dopamine-receptoren in je hersenen, te maken kan hebben met veel prikkels van buitenaf, welke jouw exteroreceptoren oppikken, maar ook te maken kan hebben met veel prikkels van binnenin je lichaam, waar de interoreceptoren van jouw zenuwstelsel mee te maken hebben. Interoreceptoren zijn aanwezig in je spijsverteringskanaal bijvoorbeeld, maar ook in je bloedvatwand. En die raken overprikkeld, dat weten we en dat snappen we wanneer je suikerrijke, geconcentreerde voeding eet. Dus die proberen heel veel ouders, wanneer ze een kind hebben die maar slecht kan concentreren, sterk afgeleid raakt, heel erg druk is, proberen vaak al wel te minderen. Je hebt dan een vermoeden dat je niks meer kan doen, maar dat is niet waar, want wat leren we niet? Dat onrust ontstaat in jouw lijf, in jouw bloedbaan, en dat de interoreceptoren in jouw bloedbaan onrust registreren wanneer bepaalde stoffen welke essentieel zijn, en essentieel wil zeggen dat jouw lichaam die niet zelf kan maken, ontbreken in jouw lichaam. Weet dat glucose, de suiker in jouw bloedbaan, een niet-essentiële stof is. Dat wil zeggen, de suiker in jouw bloedbaan is altijd aanwezig. Die suiker in jouw bloedbaan moet gereguleerd worden. Wanneer het suikergehalte in jouw bloedbaan te hoog wordt, dan raken de receptoren in jouw hersenen overprikkeld en kunnen ze uitgeput raken van dopamine. Wanneer jij suikerrijke voeding en suikerrijke dranken weglaat, dan hebben we het idee dat de bloedsuikerspiegel het gehalte aan glucose in je bloedbaan niet te hoog kan raken, maar dat kan wel. Weet namelijk dat glucose een groot wateroplosbaar molecuul is. Deze kan alleen maar doorheen een celmembraan van vetachtige stoffen opgenomen worden in bijvoorbeeld jouw hersencellen, om vervolgens prikkels te verwerken, om uit die glucose energie te putten om prikkels te kunnen verwerken. Wanneer de glucosetransporters in jouw hersencellen goed kunnen functioneren. Alleen het functioneren van die glucosetransporters die zal verslechteren wanneer er voortdurend wel glucose in je bloedbaan aanwezig is. En dat is het altijd. Iedereen heeft een bloedsuikerspiegel, omdat je lichaam kan zelf glucose vormen wanneer je bloedsuikerspiegel te laag is geworden. Dus er zal altijd glucose in je bloedbaan aanwezig zijn. Met het verbruik van glucose in jouw cellen komen afvalstoffen vrij. Die afvalstoffen die kunnen jouw celmembranen beschadigen, waaronder de glucosetransporters. Dat betekent dat wanneer die schade aan jouw celmembranen niet hersteld wordt, dat het transport van de glucose in jouw bloedbaan, jouw cellen in, steeds meer zal verslechteren. En een verhoogde bloedsuikerspiegel zal ontstaan. Daaruit ontstaat dan weer een overprikkeling van je hersencellen en een uitputting van dopamine. Om de opname van glucose in jouw cellen te kunnen garanderen, moet jouw lichaam regelmatig gevoed worden met alle essentiële bouwstoffen welke jouw lichaam niet zelf kan vormen. De interoreceptoren welke gevestigd zitten in jouw bloedbaan, die registreren ook of er een goede, een ideale voedingsstofsamenstelling aanwezig is in jouw bloedbaan. Dat vereist een zeker gehalte glucose, maar dit moet aangevuld worden met alle essentiële bouwstoffen. Dat zijn stoffen welke je lichaam niet zelf kan vormen. Wij zouden dus moeten leren dat wij voortdurend, wanneer we wat eten, moeten bijdragen aan het aanvullen van die
essentiële bouwstoffen in jouw bloedbaan, want enkel dan kan er rust heersen in jouw lijf, zodat de interoreceptoren in jouw bloedbaan geen disbalans registreren, kunnen afvalstoffen niet al te snel opstapelen, maar zullen deze tijdig verdund, geneutraliseerd en afgedreven raken, kan schade welke heerst aan jouw celmembranen, welke voor een verslechterde opname van glucose in jouw cellen kan zorgen en voor een verhoogde bloedsuikerspiegel kan zorgen, kan tijdig hersteld worden, maar dat kan dus alleen maar wanneer jouw voeding regelmatig voorziet in alle essentiële bouwstoffen. Daarom hebben wij het deze dagen over wat die bouwstoffen zijn, welke rust in jouw lijf teweeg brengen, wat voorkomt dat de interoreceptoren, de receptoren welke waarnemen in jouw lichaam, oftewel rust en balans heerst, om te voorkomen dat die veel onrust waarnemen, want daaruit kan ook een overprikkeling van je hersenen en een uitputting van dopamine plaatsvinden, wat dan zorgt voor een slechte focus. Jij hebt als ouder zijnde de externe prikkels van jouw kindje al flink geminimaliseerd. Jij hebt als ouder zijnde de overprikkeling door suikers al flink geminimaliseerd. Jij weet echter niet en jij overweegt nu medicatie voor de slechte focus van je kind. Jij weet echter niet dat het heel belangrijk is dat jouw kind geen tekorten op mag lopen in essentiële bouwstoffen. Jij weet ook niet wat die essentiële bouwstoffen zijn. Waarom leren we dat potverdorie niet? En daarom hebben wij het deze dagen over die essentiële bouwstoffen. Gisteren heb je geleerd dat verse groenten voorziet in vele van deze essentiële bouwstoffen, welke nodig zijn om rust te verkrijgen in je spijsverteringskanaal, zodat de interoreceptoren al daar niet overprikkeld raken, en welke ook nodig zijn om rust te verkrijgen in jouw bloedbaan, balans in jouw bloedbaan, zodat de interoreceptoren daar niet een disbalans registreren en jouw hersenen overprikkeld raken. Gisteren leerde je dat je dus regelmatig verse groenten moet eten, want als het tekort schiet in jouw voeding, dan zal er disbalans bestaan in zowel jouw spijsverteringskanaal als in jouw bloedbaan. Zou dat opgepikt worden door de interoreceptoren in jouw lijf, zal dit doorgeseind worden naar jouw hersenen en zullen jouw hersenen flink alert gemaakt worden en overprikkeld raken en kan dopamine om die reden uitgeput raken. Verse groenten is echter nog niet genoeg om disbalans in jouw lijf te kunnen voorkomen. De consumptie van dierlijke eiwitten is namelijk ook nodig. Want dierlijke eiwitten, in tegenstelling tot plantaardige eiwitten, bevatten alle essentiële aminozuren. Deze aminozuren zijn nodig om alle neurotransmitters in je lijf te kunnen vormen, alle hormonen in je lijf te kunnen vormen, dus om hormoonbalans te kunnen verkrijgen en behouden, en dus rust in je lijf te kunnen behouden. Eiwitten met intacte aminozuren aanwezig in je maag zijn nodig om maagzuurproductie mogelijk te maken. Eiwitten met intacte aminozuren zijn ook nodig om de productie van het darmhormoon peptide II mogelijk te maken. Zowel de productie van maagzuur als peptide II is nodig om de opname van vocht en elektrolyten in je lijf te kunnen garanderen. Dat is dan weer nodig om een optimale zuurtegraad in je lijf te kunnen behouden. Ook zijn dierlijke eiwitten met daarin alle essentiële aminozuren aanwezig, zijn nodig om albumine in jouw lijf goed te kunnen vormen, welke zorgt voor voldoende vocht in jouw bloedbaan. Dat wil zeggen dat wanneer jouw voeding onvoldoende tot weinig dierlijke eiwitten bevat, of het bevat dierlijke eiwitten waarin de aminozuren al niet meer intact zijn doordat jouw stukje vlees of vis flink bewerkt is, een paneerlaagje omheen zit, allemaal kruidenmixen of marinademixen zijn gebruikt bij dat stukje vlees waar allemaal suiker in zit, dan zijn de aminozuren na verhitting niet meer intact. Eiwitten, hormonen, albumine, het darmeiwit peptide II kunnen dan niet meer goed gevormd worden opnieuw in jouw lijf. En dan zal de zuurtegraad in jouw lijf zal verstoord raken, de optimale zuurtegraad. Vochtbalans in jouw lijf zal verstoord raken. Dan raakt de balans in jouw lijf heftig zoek, wordt dat geregistreerd door de interoreceptoren in jou, zowel jouw spijsverteringskanaal als jouw bloedbaan. En raken jouw dopamine-receptoren heftig overprikkeld door die disbalans. Wat wil dat zeggen? Wanneer jouw kind niet goed kan focussen, dan is het belangrijk dat deze niet te veel prikkels krijgt vanuit diens omgeving. Is het belangrijk dat deze dat diens lichaam niet te veel overprikkeld raakt en druk en alert gemaakt wordt door de consumptie van suikerrijk geconcentreerde voeding en ook dranken.
Maar dat is nog niet voldoende. Er is nog meer wat je kan doen. Dat is namelijk het lijf voorzien van stoffen die juist rust brengen in het lijf. En voorzie je het lijf niet van die stoffen, dan zou er dus onrust ontstaan. Gisteren begreep je dat als je het lijf van je kindje niet regelmatig voedt met verse groenten, dat er dan onrust zou ontstaan in zowel het spijsverteringskanaal als de bloedbaan. En uit die onrust dan weer een uitputting van dopamine kan komen en een slechte focus. Vandaag leer je dat als aanvulling op die verse groenten ook regelmatig dierlijke eiwitten met intacte aminozuren gegeten moeten worden. Want een gebrek hieraan in je spijsverteringskanaal en in je lijf zal ook voor onrust zorgen. En die onrust zorgt dan weer voor een uitputting van dopamine in je hersenen en een slechte focus. Weet dus dat jij als ouder zijnde nog meer kan doen dan suikerrijke voeding zoveel mogelijk minderen. Namelijk zoveel mogelijk verse groenten en ook regelmatig dierlijke eiwitten met intacte aminozuren integreren in het eetpatroon van je kind. Morgen gaan we nog verder, want er zijn nog een paar stoffen nodig die ook heel belangrijk zijn in de voeding van je kind. Wil jij graag dat je kind wat beter kan focussen? En weet dus dat je echt nog wat meer kan doen voordat jij medicatie moet gaan gebruiken voor je kind althans. Morgen dus, het laatste filmpje in deze reeks. Kijk je dan weer, maar ga je eens kijken of bij jouzelf, wanneer jij een slechte focus ervaart, of bij je kind, verschil opgemerkt wordt wanneer je je kind regelmatig gaat voeden met verse groenten, in combinatie ook met dierlijke eiwitten. Ga je kind dan niet pesten, want dan creëer je stress door hem groenten te laten eten die hij niet lekker vindt, of bronnen van dierlijke eiwitten die hij niet lekker vindt. Maar ga samen op zoek naar groenten die hij wel lekker vindt, dierlijke eiwitten die hij wel lekker vindt, en probeer dat leuk te maken. Want zo alleen kan er rust heersen in diens lijf en uiteindelijk diens hoofd kunnen zijn benen wat rustiger voelen en kan hij, als er tenminste geen chronische schade aan zijn hersenen is, wat bij de geboorte bijvoorbeeld of na de geboorte, vlak na de geboorte al is bestaan, kan de focus namelijk verbeteren. Dit is een voorwaarde wat in je lichaam aanwezig moet zijn om focus te kunnen verkrijgen en behouden. Dus verse groenten, de stoffen daarin en de stoffen in dierlijke eiwitten. En morgen hoor je nog welke stoffen nog meer.